Oh, opnames gestart. Oké, ik ga origineel. Origineel. Dan ga ik iets importeren. Import non-native. Dan moet ik, ja, nu moet ik weer gaan zoeken wat staat natuurlijk. Ctrl D, allee, dubbelklik. Naar onder, centra, tongen. Juryproef, Beugelmanserie, 3D's Max. Goed, in en omhoog, daar heb ik niks aan beelden. Ik moet de woningbouw, klik. Openen, nu. Jullie openen die anders, maar ik ga die nu snel openen, zodat ik niet met jullie lagen hoef te... hoeft te liggen te werken, hè? Dus aan incoming file units millimeters hier layer blocks as node hierarchie, dan ga je ook de kleuren van dingen zien, maar ik pak op dat moment entity. Waarom? Dat ik alleen je poog nodig heb, hè? Anders moet ik met die lagen moet ik alles converteren naar, je gaat zien dat nu alles zwaar is, textures zijn niet mee van AutoCAD. Goed, daar zijn je huisjes. Je ziet, ik kan dat nu apart selecteren. Ik ga die huizen dus allemaal weg. Delete deze. Goed, ik ga eerst je poort pakken. Even op zoek nummer. Je ziet als ik nu draai. Het huis is gewoon grandioos niet uitgeleend, hè, in de middellijn. Hè. Snap je? Dus als je dat zou willen doen, zo even grabben een groep maken. Oké, groep. Geen naam. Slechte voorbeeld voor mij, maar je moet alles een naam geven. Klik, move tool. Rechtsklik 0, rechtsklik 0, rechtsklik 0. En anders zit je met je zoom en alles. Hè. Nu staat hij goed uitgeleend. Je ziet de schuinte, zie je de gizmo. Voilà, daar zit je poort ook op uitgeleend. Slecht. Ja, ik wil niet zeggen dat het slecht is, hè. Maar ik bedoel, maar dat klopt ergens iets niet. Of dat nu in de conversatie van, of de conversie van AutoCAD naar Max is. Maar je ziet je uitleiding, hè, de gizmo. Dat is dan je gizmo, hè. En hierin zit je. Dus goed, ik moet alleen je poort hebben, hè. Even kijken, daar zit je poort. Oh, ah ja, die groep terug openen. Groep. Moeten we al eerst selecteren. Groep, ik ga die exploren, hè. Voilà. Dus die terug open. Die poort, die moet ik behouden. Ctrl-I, delete. Dus invert selection is dat. Dus wat is nu? Je ziet je poort. Als je die nu wil gaan draaien, dat lukt niet, hè. Dan ga je in een verkeerde graden draaien. Ga ze selecteren. Ik ga dan ze texture ramp opgooien. Hè. Voilà, even laden. Klik. Materiaal toevoegen. Show material. In viewport. Ik ga naar je top. Nu zie je hoe scheef die staat. Ik ga die poort nu op zich uitlijnen. Dus je ziet hoe schuin die staat. Maar dus nu misschien denk je nu, ik ga mijn angles net moeten aanzetten. Maar dat gaat niet lukken, hè. Dat gaat niet werken. Als ik nu met de hand ga draaien, kijk op je rotate tool. Je kunt die ongeveer goed zetten. Zie je? Je zet die eerst ongeveer met de hand goed. Hoeft niet volledig. We gaan dat met de hand echt. Zo staat die vrij goed. Goed. Move tool. Wat is nu? Maar je denkt, oh ja, die staat nu goed. Nu is die recht. Nee, negatief. Dat is je gizmo. En dit is je pivot. Zie je? Dus dan ga je effect pivot point only. Center to object. Zie je? Je pivot point? Staat gewoon grandioos scheef. Dus als jij nu gaat bewegen in Lumion, gaat die uitlijnen op de 3D as van Lumion, hè. En je ziet hoe scheef je 3D as staat. Dus zorg dat die recht staat. Het voordeel van je gizmo, nu kijk, ik ga naar mijn rotate tool en ik klik rechts. Nu zie je, kijk, je gizmo staat in de Z22,422 uit zijn haak. Je gaat gewoon op het onderste pijltje, rechtsklik en die reset zich. Nu staat die 100% perfect. Pas op, alles wat blauw is, wil zeggen ik ben actief. Nog eens klikken, deactiveren. Ja, terug naar mijn move tool. Goed, ik ga eens op mijn front kijken. Dus op mijn front, wat is nu? Mijn poort staat hard, hè. Kun je laten staan, maar dan gaat hij raar draaien. Als je hem van onder pakt, kun je die eerst animeren tot bovenkant plafond en dan kantelen. Maar dat ga ik wel laten zien in Lumion. Dus wat gaan we doen? We gaan de. Dat is die gizmo, dus we gaan de gizmo uitlijnen
op beneden. Ik zorg dat mijn 3D snap aanstaat. Rechtsklik zorgt dat je grid points ook aanstaan. Hè. Wat is nu een leuke hint? Je ziet hier, ik heb hier, meestal heb ik die aanstaan. De transform gizmo. Hoe zet je die aan? Rechtsklik op een leeg deel van je balk en access constraints. Dus ik wil nu, even terug selecteren. Ik wil nu enkel mijn gizmo op die 0-1 zetten. Dus dat is in de I. Dus ga je hier op I klikken. Dan verbind je die constraints en kun je niks verkeerd vastpakken of eender iets, die gaat niet switchen. Dus ik ga terug naar mijn hiërarchie. Effect pivot point only. Center to object hoeft niet. Ik sleep die naar beneden. Maar kijk, je ziet, ik kan nu naar rechts slepen, dat is makkelijker. En dan zet je ze op zijn noodpunt. Deactiveer, deactiveer. Goed. Uitzetten. Dus nu kan ik de Z, eerst met een snap uit, op S duwen of op snap zelf uitzetten. En dan die S staat nu op min 110. Ik klik op rechts, maar zorg dat je niet op je gizmo staat, hè. Op je hiërarchie daar, hè? Want anders vlieg alleen maar je gizmo omhoog en niet je poort. Nu gaat je poort mee omhoog daar. En nu mag je zien van alle kanten, die is perfect uitgelijnd. Top, view, left en exact in de 0. Dat was het probleem bij jou, dat je niet kon animeren. Dus als je gizmo en je pivot point verkeerd zit uitgelijnd, is het om zeep. Nu mag je huis scheef staan in Lumion. Je kunt die perfect uitlijnen nu. Dan gaan we exporten. Export, dat weet je al ondertussen. Non-native file formats. Ik ga naar mijn bureaublad. Ik save die als poort. Klik, klik, klik. Save. Gewoon zorg dat hier entertainment staat. De rest weet hij. FBX, warning, materiaal failed. Boeit me niet. Oké. Voilà. Sluiten. Don't save. Nu hoop ik dat niet te vroeg. Sluiten, anders ga je niks zien. Mijn Lumion. Voilà, hier is die. Dubbelklik. Scène. Goed, import, dat is hier, import. Ik wil importeren, modelletje. Dus jij hebt je huis al staan, hè. Bureaublad. Poort, openen. Poort herkent hij al, voilà, begint hij over te zeuren. Even wachten, voilà. Wat is nu? Als jij iets plaatst in Lumion. Kijk, hier is die gizmo weer, hè? Je ziet hem, hè? De I, de groene, de Z, de blauwe, de X, de rode. Als je nu zorgt, als je iets plaatst, nu je huis, hè, een groot object, ja, dan als je dat plaatst, zorg dat je op dat kruisje exact in het midden klikt. Ja, als je poort nu uitgeleend is, als je die vergeet uit te lenen, en die is uitgeleend op je huis, en je gaat die plaatsen, en je klikt terug op dat object als je huis al staat, dus op die gizmo dan, hè, die 3D space. Als je daar exact op klikt, staat je poort direct op maat. Dan hoef je niet gaan te suggelen over die te plaatsen. Hè. Hey, voor mij is het nu makkelijk, ik plaats die gewoon. Kijk, even switchen tot er terug in Lumion zit. Hè. Even omhoog. Hup. Dus dat is je poort. Als je die nu perfect op zijn gemak 100% wil plaatsen, moet je even op verplaatsingsmodus. Ja. Dan gaan we op move tool, dat klopt, even bevestigen, kijk, en hier kun je posities ingeven voor secuur af te stellen, hè? De X, Y en de Z. Dus hier de maten in gaat geven, gaat die exact zoveel millimeter naar rechts, zoveel millimeter naar links, oké. Maar als jij je poot nu gezet hebt, ja, en we zitten in filmmodus, ja, filmmodus. Oké, ik sta hier, ik ga een foto trekken. Goed, beweeg een beetje naar rechts, kijk, foto trekken. Goed, ik ga bevestigen. Dat is dan een scène, dus je komt meestal aan met je camera, je stopt hier, je kijkt. En dan gaat je poort open. Wat gaan we nu doen? We gaan een nieuw effect toevoegen. Hier. We gaan gereedschap verplaatsen. Geavanceerd is voor mij goed. Potloodje. Dit willen we animeren. Wat is nu? Je ziet, hier gebeurt geen animatie. Hè? Je timeline, daar zit nog niks in. Dus wat ga ik doen? Ik ga heel klein tikje even verslepen en dan terug omlaag, zo. Nu heb je timeline staan, zie je, je sleutel. Ja, je frames. Heb je één frame staan. Wat gaan we doen? 5 seconden. Oké, goed. 5 seconden verder. Ik ga eerst omhoog. Dus kijk, dat gaat goed komen, hè. Je sleept eerst omhoog.
tot die ongeveer 4 centimeter. Hoe hoog is een plafond? 2 meter 40, dus 4 centimeter lager als je dak, want de dikte van je poot moet je ervan aftellen. En dan kun je pas de pitch draaien, of mag je de pitch draaien. Dus op dat snap, het is in het begin een beetje moeilijk, maar dat komt wel in orde. Voordat, dat is verkeerd om, zo ligt die plat. Ja, dus je kunt testen, hè. Dus als je nu het filmpje, oh, die draait naar de verkeerde kant, zie je. Ik had hem verkeerd om, dus ik moet hem omdraaien. Alleen naar achter. Ja, dat is goed, zie je. Oh, is die weer te ver, zo is die goed, die snapt. En nu is die wel aan orde. Dus nu draait je poort schoon open en toe, zie je. Van op 0 gaat hij naar boven. En hij draait, hup, naar binnen. Maar nu ben ik er zelf aan het denken, maar nee, oké. Zo draait je naar binnen, hè. Je moet dan natuurlijk wat zelf fine-tunen, hè. Zie je, draait je mooi naar binnen. Dus je kunt dat bevestigen. En dan kun je hem spelen en dan zie je, je poort draait open. Nu, als je verder wil gaan, je snapt, in de realiteit zijn dat aparte panelen, hè. Dus dan zou je dit al in feite beter eerst kunnen animeren als aparte panelen in 3D's Max. Of aparte panelen inlaaien en allemaal apart animeren in Lumion. Maar dan ben je even zoet. Dus je moet hier een keuze gaan maken, hè. Je ziet met de pivot point van onder. Dus je gaat zien, als die omhoog gaat, gaat die toch een beetje in je plafond komen. En dan op het laatste ligt die plat boven. Maar ik weet niet hoe snel je met de camera gaat passeren, of je dat gaat zien of niet. Dus het is aan jou de keuze wat je hiermee doet. Ik zal het zelfs laten zien. Ik zal een nieuw filmpje opzetten hoe je ook muziek kunt inbakken. Voilà, dat was het.